Noorwegen is echt een heel erg mooi land. En zoals ik ook in Vios Vjellandsbio had gezegd, het deel reizen, dat hoort er echt bij het skiën, bij de wintersport in Noorwegen. En het is echt wel de moeite waard daarvoor alleen om naar Noorwegen te gaan. We zijn nu in het gebiedje van Roldal. Roldal is een klein gebiedje met zo'n 15 à 20 kilometer aan pistes. Dat is niet bar veel, maar het is echt het is oneindig qua off-piste mogelijkheden. Hier wordt het vergeleken met Chamonix of La Grave qua off-piste gebied. Nou, wat we gezien hebben aan de bergen eromheen, hier nu al aankomend, klopt dat zeker. Dus een gebiedje voor mensen die gewoon rustig op de pistes willen skiën. Ja, of voor freeriders, op welk niveau dan ook. We hebben er een hele dag skiën op zitten in het gebiedje van Roldal. Nou, op de pistes is misschien niet te veel te beleven, dus daarvan moet je niet al te veel verwachten. Het zijn maar 15 kilometer aan pistes. Twee rode, een paar blauwe en een groene piste. Maar off piste is het inderdaad echt een paradijs. Het heeft er een tijdje niet meer gesneeuwd. En toch lukt het hier her en der in kleine valleitjes om mooie sneeuw te vinden, om goede sneeuw te vinden. Nou, en dan echt heftige off piste afdalingen tot aan het meer. En wat meer glooiende lijnen die ook helemaal afdalen tot aan het meer. Dat is natuurlijk fantastisch mooi. Dus voor iedereen die graag wat beter wil gaan off piste skiën, die nog niet zo groot niveau heeft, tot de allerbeste freeriders. Ik kan Roldal echt aanraden. Of voor de mensen die graag op reis gaan naar Noorwegen en een leuk gebiedje hebben. Want de pistes die er liggen, die zijn wel heel erg goed geprepareerd.